Ja, er is toch nog een groep in Nederland die zijn volkomen kierwiet. Die helemaal boep boep boep. En die zijn helemaal mattenklap. Want die groep, die volgt dus niet de adviezen op. Nee, dat doen we niet. Dus we gaan geen hygiëne doen, want daar hebben we geen zin in. Want het is gewoon zomaar een griepje. Ja, dat zeggen ze dan. He? En die gaan toch bij elkaar komen en gaan toch naar het strand en houden niet die anderhalve meter. Dus daar gaan we allemaal niet naar luisteren, want het is gewoon maar een griepje. Oh ja, dus we moeten honderden mensen vanuit Brabant, die moeten we naar andere ziekenhuizen brengen. Want het is gewoon zomaar een griepje. 4000 man dood in Italië, want het is zomaar een griepje. Jongen, 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 jongen. Dus kijk nou uit, want die gasten die zo denken, die lopen dat virus maar te verspreiden en op te lopen en weer verspreiden. En jongens, ja, en kijk dus nu uit, jullie goedwillenden daar in Nederland, want jullie zijn een sigaar, want die gasten die zo denken, voor het is maar gewoon griepje. Die, en het zal mij niet overkomen, want dat denken ze ook nog heel veel. De helft op de intensive care is jonger dan 50. Hallo? Hey, want het is gewoon maar een griepje. Dus jullie goedwillenden. Jongens, luister goed. Kijk nou uit. Laat je niet besmetten door dit soort kiriwietfiguren. Nee, doe dat nou niet. Wees verstandig. Kijk, die Rutte, die gaat het toch niet regelen voor je. Die roept alleen maar van, ja, je moet dit opvolgen en dat opvolgen. Dat gaat niet gebeuren, dat gaan die groep niet doen. Want die blijven gewoon hun eigen spelletje spelen. Dus, jullie goedwillenden, wees verstandig en slim. Ga niet de deur uit. Nee, blijf thuis.